Hallo, hallo, van harte welkom bij weer een nieuwe Masterflirt podcast. En nu niet alleen maar met Job, want op een gegeven moment zijn we elkaar een beetje zat aan het raken. Daar word je helemaal knettergek van natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, we hebben nu ook Masterflirt Invloed Coach Andries erbij. En waar we deze podcast aan wijden is ons CEO-traject, ons coach in opleidingstraject. Het traject die uiteindelijk mannen tot Masterflirt Invloed Coach maakt. En doen we niet geheel toevallig, want we gaan natuurlijk, er komt een nieuw CEO-traject aan. Dus vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe jullie het ervaren hebben, dat opleidingstraject tot coach. Hoe het zijn van de coach uiteindelijk nu ervaren wordt en hoe dat ervoor staat. Check. Dus gasten, vet dat jullie vandaag zijn. En ook dat we tussen de bedrijvigheden door, het is vandaag ook bootcampen tijd, dat we tussen de workshop gedeelte en de infield speciaal voor jou een fucking podcast opnemen. Druk dagje. Een druk dagje. Een drukke dag. En we gaan nog knallen vanavond. Ja, we gaan nog gewoon even door, ja. En morgen ook. Top, top. Andries, wat heeft jou ertoe gezet om coach te willen worden? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Mijn motivatie was niet de standaard motivatie van iemand die het echt in zich voelde van ik moet en ik zal coach worden. Ja. Mijn motivatie lag meer bij mij, bij mijzelf, omdat ik in het VIP-traject zat. Ja, ja. En vanuit de VIP de overstap heb gemaakt naar CEO. Ja. Met name vanwege mijn eigen ontwikkeling. Ja. Om mijn eigen ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. En een aantal heren om mij heen binnen Masterflirt, die hebben mij ervan overtuigd dat het beter zou gaan als coach in opleiding dan in VIP. En dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste reden om in CEO te stappen. Dus eigenlijk het idee was helemaal niet, ik moet coach worden of whatever. Je dacht, ik zit hier voor mijn eigen groei, dit is een mooie kans en ik heb hem gegrepen. Ja, ja. Hier dan op doorgaan, als je dan terugkijkt naar de groei die je hebt doorgemaakt, hoe heeft het CEO-traject daaraan bijgedragen? Enerzijds doordat ik daadwerkelijk als coach aan de gang ben gegaan en erachter ben gekomen dat ik het toch erg leuk vind om te doen. Ja. Dus dat is één. En het tweede is qua eigen ontwikkeling, omdat er gewoon geen verschuilen meer mogelijk is. Je moet aan de bak als coach zijn. Ja. Simpel, je moet het cliënten voordoen, je moet op je bek gaan en je moet gewoon zelf 100% aan de bak. Ja. En dat was voor mij de belangrijkste ontwikkeling. Voor mezelf, zeg maar, tijdens het CEO-traject. Maar dat was ook ik weet het nog als de dag van gisteren, dat je toen bij het VIP-traject kwam en je was fucking goed bezig. Je ging er vol voor en we zagen dat toen en Peter zag het toen en hij dacht, die gast, die Andries, die moet erbij. Dat vind ik wel interessant om even te horen. Wat deed hij dan? Ja, wat deed hij dan? Kijk, oké. Okay. Je hebt altijd verschillende mensen die iemand wil, ik wil een beetje gewicht verliezen, ik wil afvallen. Mm-hmm. En ja, gewoon even, ik let wat meer op het eten. Maar je hebt ook mensen die echt gewoon committed, vol ervoor gaan en dan dus glansrijk hun doel bereiken. Andries was een van die gasten. Rechtlijnig, committed, gedisciplineerd. Hij nam ook wat we zeiden, nam niet ter hart en hij ging ermee aan de slag. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk het ontzettend Andries Zakkap nu, maar dat was echt de reden dat we halverwege de VIP zijn. Van, mag best gezegd worden. Het mag zeker, gezegd worden. En halverwege de VIP switchen toen naar CEO om daarmee aan de slag te zien gaan. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En dat was ook de doorslag die het gaf om hem uit te nodigen voor de CEO. Puur dat alleen. Echt rechtlijnig gewoon. Rechtlijnig, committed, stappen zetten, gedisciplineerd. Er gewoon aan alle kanten echt voor gaan. Ja, maar je zegt nu committed. En in mijn beleving is dat wel een van de belangrijkste uitgangspunten die een coach met zich mee moet brengen. Blijf ook committed aan je een stuk commitment. Commitment mee moet brengen om de cliënten verder te helpen. Om er de volle 100% voor te gaan. Ja, maar en dat liet je ook aan jezelf liet je ook zien. Andries, blijf ook committed aan je microfoon. En beweeg hem af en toe een beetje mee. Komt goed, jongen. Heel goed. Oké, maar kijk, dat is dan wel een interessante tweestrijd zien we hier. Nou, tweestrijd verschil is dat. Een verschil, ja. Jij was echt gewoon initieel echt voor je eigen groei VIP. En toevallig ben je eigenlijk door ons het CEO ingeluld. Daar komt het eigenlijk op neer. Achteraf, maar goed ook. Maar dat overgehaald. Overgehaald, klinkt beter. Terwijl jij had een totaal ander verhaal. Jij daarentegen, jij was al een gast, ik moet echt per se coach worden. Ik moet even perfect, helemaal perfect en zo. Nee, maar jij wilde echt coach worden. Ja, jij had nog, voordat we het CEO-traject gestart waren, had je een heel verhaal opgehangen. Ja. En ik had nog een apart mapje gemaakt voor gasten zoals jij, die dan vroegtijdig een heel verhaal gaan doen. Overcommitted. Ja, Nee, ik was heel echt super enthousiast. Nou, zo ben ik daarvan teruggekomen nu. Realiteit. Ja, een beetje de realiteits knal, hoe noem je het ziet. Weet je hoe het ging? Kijk, ik had al een paar keer een mailtje, of twee keer al een mailtje van jullie gehad, infield. We zoeken infield coaches. Ja. En toen ik daar
daar niet op gereageerd had. Eerste keer niet gereageerd, tweede keer te laat gereageerd, was aan het afstuderen, bla bla bla. Toen bekroop me gewoon een gevoel van, kut, had ik moeten doen. Ja. Dat was de drive om niet te wachten op een nieuw... Wat leek je er zo vet aan? Waarom wil je in godsnaam zo'n obscuur dingetje doen als infield coach? En op zaterdagavond gewoon de stad in te duiken. Heb je geen leven of zo? Ik was op zoek naar een leven. Oh ja. En echt. En nogmaals, het bevalt me. wat trok me erin aan? Wat ik sowieso cool vind is om andere mensen iets te leren. Klaar. Ja. Ik was toen veel met het onderwerp zelf bezig. Ja. Ik had het Masterfluit boekje gelezen en die vertrouwens-cd's en zo braaf op bed geluisterd en zo. Ja. En ik haalde daar zo'n energie uit, weet je wel. Ik merkte dat ik eruit haalde wat er altijd al in zat. Doorpakken, je had het net over commitment, daadkracht, rechtlijnig, weet je wel. Ik merkte dat ik dat ook kon. En daar was ik zelf serieus door verbaasd dat kon. Weet je wel, ik regelde er in één keer nummers en ik sprak meer meiden aan. Dat vond ik fantastisch, weet je wel. Ja. En ik zag ook dat andere gozers daar tegenaan liepen. En toen kwam het als een soort... synchroniciteit. Nou ja, prachtig. Kwam het bij elkaar. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon wat ik wil doen. Dit lijkt me gewoon vet. Duidelijk. Jullie motivatie is duidelijk. Ja. Maar het was niet alleen iets wat jij wilde doen. Het was ook iets wat jij echt moest doen. Van jezelf. Ja, eigenlijk ook, ja. Ja, want ik nee, nou maar ben je kwam... hem woorden in de mond aan het leggen. Nee, maar dat was wel serieus, zo. Nu was het een beetje opgeblazen en zo. Dat kwam gewoon omdat ik al twee keer een mailtje had gehad. We zoeken interviewcoaches. En ik dacht van, fuck, ik wil er gewoon bij zitten. Dus nu moet ik het gewoon doen. En ik ga ook niet afwachten tot ik weer een nieuw mailtje krijg. Dan weten ze mijn e-mail inmiddels. En het heeft gewerkt. En maar wat ik in die zin mooi vind dat je toen gedaan had. Je had ook, kijk, we krijgen net best wel veel mailtjes binnen. Maar jouw mail ging ergens over. Je had er duidelijk over nagedacht. Weet je had een paar keer spellingcontrole gedaan. Dus het gaf ook kwaliteit kwam daarin naar voren. Mm-hmm. Dus dat is vet. Oké, duidelijk. Jullie motivatie is duidelijk. Wat nu interessanter is hoe ervaar je dan nu eigenlijk het werk als infield coach bij Masterflirt? Weet je, vind je het leuk? Of hoe ervaar je het? Vind je het dat leuk? Is wel, een beetje... hele, hele algemene... Hoe zou jij het specifieker maken? Want ik weet het zelf ook specifieker. Gewoon, wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Ja, leuk. Leuk. Nee, flauw. Ja, het is veel moeilijker dan gedacht, serieus. Hoe dacht je dat het was? Kijk, dat is nou, ik dacht, hoe dacht je dat het was? Serieus, hè? Ik dacht, nou, als ik dan binnen ben, dan ben ik binnen, ben ik fucking blij, want dat wil ik gewoon graag doen. Nou, je weet de motivatie. En toen dacht ik van, ja, dan ben ik binnen en dan doe ik wat ze doen. En dan is het een beetje, is het gewoon vet om dat te zijn. Oké, ik wil doorgaan met wat je zegt, met wat doen ze, wat doen. Ik ben benieuwd hoe je dat bedacht. Maar hoe dacht jij dan dat het werk als infield coach zou zijn, Andries? Ja, in eerste instantie dacht ik dat het met name het voordoen was richting cliënten. Ja. Ja. En dat is nog steeds een onderdeel daarvan. Alleen ik dacht dat daar het zwaartepunt zou liggen. Ja. En dat is het dus niet. Nee. Het is veel meer zeg maar het vanuit het perspectief van de cliënt kijken naar wat er gebeurt en hoe je hem verder kan helpen. Waarom is dat perspectief zo belangrijk? Wat is je denken? Nou, ik wou nog vragen, want jij zag natuurlijk ook, je had een beter beeld al wat we bij Masterflirt doen, omdat je uit het VIP-traject kwam. Ja, dus dat klopt. Zelf ook gecoacht, dus daar had je ook een ander beeld er misschien van. Dat klopt. Ja. Ja, maar wat voor mij zeg maar de belangrijkste lering daarin was, om niet vanuit mijn eigen perspectief naar dingen te kijken, maar vanuit het perspectief van de cliënt. Aha, ja, dat heb je vaker horen zeggen, ja. En dat is nog steeds... Geef eens een voorbeeld dan, want je bent uit, je bent met gasten, je bent ze aan het coachen, jij zegt meer vanuit de cliënt denken of de deelnemer. Ja. Minder vanuit mezelf, voorbeeld. Nou, als ik een groep dames zie staan, weet je, dan de eerste keer stuur ik de cliënt op pad met een opdracht zoals ik hem zou doen. Ja, voorbeeld? Wat zou je doen? Een voorbeeld, iemand die ooit een keer naar een dame was gegaan. Ik zei, vraag even wat op dat shirt staat. Nou, die gozer die werd gewoon helemaal afgezekerd door die dames. Oh, ja? Dat was gewoon echt heel vervelend. Ja, is gewoon, maar dat was de manier zeg maar, waarop hij het bracht. Maar de manier waarop ik het zou brengen, zou het net even anders zijn. Dus in je hoofd ging het anders. Precies, dus ik had veel meer een opdracht vanuit zijn perspectief moeten bedenken. En niet vanuit wat ik zou doen in die situatie. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ah, ja. Dat is wel een mooi inzicht. Ja, dat vind ik ook wel. Welk inzicht heb jij op het vlak? Geen. Nee, ik heb het vaker horen zeggen. Het inzicht, wat zeker bij de eerste CEO weekend, voornamelijk
bij mij tot ontwikkeling kwam, zou ik bijna willen zeggen. Is hetzelfde als wat ik in de jeugdzorg heb, is contact maken voordat je überhaupt nog iets doet. Maar dat klinkt heel suffig, hè? Contact is maken. Is het totaal niet. Is het helemaal niet. Het is fucking belangrijk. Het gaat erom dat je als infield coach met een behoorlijk verschillend aantal mensen gewoon door één deur moet kunnen. En daarvoor moet je soms even uitschakelen dat je constant zit te oordelen of alles op een weegschaal zit te leggen. Oké, interesting. Wat iemand zegt of wat zijn hobby's zijn. Je kent wel mensen van dat je zegt van ja, ik vind vogels echt heel leuk. Maar ik vind het mooi om gewoon met de verrekijker naar vogels te kijken. Ja. En je kent wel dat mensen zeggen, ja, vind ik niks. En dan stopt het, weet je wel. Ja. Dan ben je dus niet aan het connecten, ben je niet aan het levelen. Je hoeft vogels kijken, hoef je niet vet te vinden om met mij te praten. Ja, ja. Maar als je vraagt aan mij wat ik er zo vet aan vind, dan hebben we een gesprek. En dat vind ik ook in één keer cool. Oké, wacht even. Wat je nu zegt, is vind ik super interessant. Want kijk, het beeld dat je kunt hebben van het zijn van infield coach, hè, helemaal, weet je, succes met vrouwen, wat bij Master Flirt waar we het over hebben, is het beeld dat je heel snel krijgt, chickies regelen. We hebben het nog helemaal niet gehad over eigenlijk het gedeelte van het contact met de vrouw eigenlijk. Mm-hmm. Totaal niet zelfs. Nee. We hebben het puur over wat het betekent eigenlijk om coach te zijn. Ja, en gek genoeg, Dat is interessant. Gek genoeg vond ik dat ook aantrekkelijk aan Master Flirt. Ik was blij dat het CEO-traject ook zo in elkaar zat. Ja. Kijk, goed zijn met vrouwen is een gegeven en je moet ook zeker een bepaald niveau hebben. Niveau klinkt al alsof je een pretentieus, precies, toelatingstest moet doen of zo. Ik vind het moeilijk om daar een label op te plakken, maar het is een gegeven in de zin dat jij goed met vrouwen om kan gaan, dat je met mensen in het algemeen goed kan praten en kan socializen. En dat is misschien nog maar de helft, weet je wel? Want het gaat er wel om andere mensen wat leren. En ja. Dat is denk ik een uitgangspunt. Een uitgangspunt is dat je op een bepaalde manier met vrouwen om moet kunnen gaan. Ja, precies. Om het ook zeg maar met de cliënten te doen. Exact, Welke manier is dat dan, Andries? Wat je zegt met vrouwen moet gaan om met de cliënt daar verder te gaan. Wat voor manier is dat? Nou, dat is een vind ik een respectvolle manier. Ja. Dat sowieso. Niet te pusherig. Maar wel op een dusdanige manier dat je daar resultaten mee boekt, wat dan ook je resultaat is wat je zou willen bereiken als persoon zijn. Ja. Weet je, en dat moet je, en dat als uitgangspunt moet je meenemen naast je coachingsvaardigheden, om dat dan met de cliënt en soms ook voor de cliënt te doen. Als ik het zo hoor, is het eigenlijk dat als coach zijnde je een bepaald basisondergrens hebt. Je hebt een bepaalde referentiekader in je contact met vrouwen als man zijnde. Ja. Ja. En die moet een bepaald niveau bereiken. En vanuit dat niveau komt het vooral neer op hoe goed ben je als coach in het connecten met mensen, in het levelen, in het afstemmen. En weet je, zolang je aan die ondergrens voldoet qua referentiekader, ben je er wel. Ja. Zeg ik dat zo goed? Kun je daar wat mee? Ja. Ik denk, om het concreet te maken, je hoeft geen top tennisser te zijn om echt een top tennis leraar te zijn. Maar het is wel handig als je enigszins het tennis... Je moet zeker een goede bal kunnen slaan, ja. Anders klinkt heel gek als ik dat zo zie. Maar goed. Ah, leuk dit. Ja. Duidelijk. Duidelijk. Maar dat is denk ik ook inherent gewoon aan het coach zijn. Want soms is het ook zo dat je het gewoon voordoet bij voor een cliënt. Vind je dat leuk om te doen? Dat vind ik leuk om te doen, ja. Geef eens een voorbeeld van voordoen. Wat bedoel je met voordoen? Als er in de kroeg een tweetal of drietal dames met elkaar staan te praten en gewoon het gesprek openen. Ja. En dan stap je erop af en dan haal je langzamerhand haal je cliënten erbij. En heb je dan ook dat gevoel dat een cliënt dan meekijkt op dat moment? Ja, heel erg. Ja. Ja, heel erg. Geeft dat niet een onnatuurlijke draai aan de interactie? Nou, wat mij betreft niet. Ik vraag het wel. Ga jij met je druk om? Voel je dat als druk? Nee. Ik vind dat gek genoeg. Ja, ik heb... Ik ben echt een stresskip, maar... Sinds wanneer? Dat is ook nieuw. Ja, nee joh. Hey, was voor mij ook even wennen. Maar hoe ga ik daarmee? Ja, ik vind het altijd wel leuk eigenlijk, als het serieus. Ik vind het altijd wel leuk om iets voor te doen. Ik vroeg het daarom ook, een mooi bruggetje. Maar dat komt omdat het vanuit het perspectief is... Kijk, ik draag dit op jou over. Kijk hoe het kan, weet je wel? En dat vind ik leuk. Snap je wat ik bedoel? Advocaat van de duivel spelend, en dat is niet waarop mij het zegt, kan het ook een beetje uit de hoogte klinken. Gast, ik ken je, het is niet zo. Waarom is het niet zo?
Ik wou zeggen, het is misschien, het is niet uit de hoogte klinken. Ik vind het gewoon eigenlijk wel leuk als ik iets voor kan doen. Dus daarvoor moeten ook mensen naar je kijken. Nou, dat vind ik wel een prettige positie. Beetje, ja. Vinden mensen altijd lastig. Iets extra pisonistisch. Vinden mensen ook lastig om te zeggen. Ik merk ook dat ik zelf een beetje moeite mee heb. Maar er is helemaal niks mis ik mee. Ik vind het vet om het voor te doen en precies, om in het middelpunt te staan van een belangstelling is interessant. Ja. Maar ik doe het wel altijd met in mijn achterhoofd. Kijk, gast. Dit kun jij ook. En serieus, hè? Ik geloof daar ook echt in als ik met cliënten op pad ben. Dit kun jij ook. En met die vibe doe ik het ook. Met die energie doe ik het ook. En ik laat heel duidelijk zien aan de cliënt wat ik daar in die interactie deed. En betrek hem erbij, zodat hij het kan zien en ook zelf kan doen. En dan is het, ja, dan is het niet meer uit de hoogte doen natuurlijk. Dan, nee, is, het nee, gewoon, nee. Dan is het gewoon ter lering van iemand anders. Ja. En terwijl en je dat vermaak, gewoon... Kijk, als het, ook als een leraar... Ja, precies. En basisschoolleraar vindt het ook leuk om voor een groep te staan. Klaar. Ja, en in verweging voor jou te komen, niet dat het nodig is. Het is ook niet zo, je doet het samen. Samen met de cliënt. Het is ook niet zo dat je op excursie gaat de stad in. Nee, zeker niet. Nou, jongens, we gaan nu laten zien hoe je een vrouw aanspreekt. Nee. Met zo'n heel hoog vlaggetje ja. op je rug. Met zo'n paraplu volgens mij. De rode masterflirt vlaggetje. Precies. Ja, ja. Je doet het samen. Precies, ja. 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 Je wou eentjes hebben die dan achter moeder gaan staan. Ja, nee, exact. Ja. Dat vond ik wel in de zin van vogelen en vogels kijken. Vond ik dat goed. Prachtig. Maar ik krijg er ook echt energie van als ik met cliënt op pad ben. En samen, dingen samen doen ook dan. Ja, samen doen, maar ook... cliënten met opdrachten wegsturen en dan zien dat ze het goed doen en dan positieve feedback kunnen geven. Daar krijg je gewoon echt energie van. Ik krijg echt zin in vanavond ook. Ja, maar dan merk je ook dat de cliënt gaat groeien in de loop van de avond. En dat is zo gaaf om te zien. Ja, cool. Echt, trouwens, waar zie je dat aan dan? Dat een cliënt groeit in de avond? Dat hij zelf dingen gaat doen. Ja. Waar in het begin van de avond vaak zeg maar, echt met een opdracht op pad gestuurd moet worden. Mm-hmm. En dan stap je zelf op bepaalde kansen af die hij ziet. Maar vooral het enthousiasme. Vooral het enthousiasme waarmee iemand in de avond staat. En dat is echt super. Dat hij echt denkt, vet, ik leer nieuwe dingen. Precies, en ik doe iets wat ik eerder niet durf. Vet. Ja. Nice. Oké. Super gaaf. Hoe ziet de ultieme coach eruit? Dus stel, we zoeken op zoek naar een nieuwe... CEO. Dat voor een verandering wel. Eindelijk met haar. Even een beetje krullen. Kom maar eens. Eindelijk eentje met haar. Dikke bos krullen, afro's. Mooi. Nee, hoe ziet de... omschrijf eens de ultieme coach. Wat zijn eigenschappen die bij je opkomen? Of eigenschappen of ervaringen of een achtergrond? Wat? Ik vind het een vreselijk woord eigenlijk, maar teamspelen. In de zin van... Naar Masterflirt toe of naar zijn cliënten toe? Beide, ja. Dat gaat hand in hand natuurlijk. Je moet... Kijk... En ik denk... Ja, het is misschien wel echt gewoon noodzakelijk gegeven dat je met... ik zei net al even, meerdere mensen, verschillende mensen door één deur kan. Ja. Dat je de verschillen accepteert, interessant vindt, wil uitpluizen, wil kijken hoe de groepsdynamiek verandert als er iemand bijkomt, als er iemand weggaat. Ook met cliënten, hoe kun je zo hecht mogelijk een groep van maken? Als die iets minder in de groep staat, een cliënt heb ik het dan over, dan ga ik iets meer naast hem lopen als coach. En op die manier een soort van groepsdynamiek aanvoelt. En dat bedoel ik met teamspelen. Ja. Dat mooi, vind ik heel belangrijk. Okay. Wat jij een eigenschap vindt die belangrijk vindt? Ja, wat in mijn beleving de belangrijkste eigenschap is het kunnen levelen. Kunnen levelen met verschillende cliënten. Ja. Met verschillende niveaus die cliënten hebben. Ja. En iedere keer zeg maar schakelen op het niveau wat die persoon heeft en ook nodig heeft en wat die andere persoon nodig heeft. Mm-hmm. Dat, levelen, dat is, teamspeler. Ja. Heb je het wel eens gehad dat je totaal niet levelde met de cliënt? Ja. Ja, dat was eigenlijk het voorbeeld wat ik net noemde. Weet je, dat ik vanuit mijn eigen perspectief keek. En dat was totaal niet levelen met de cliënt. Nee, dat was een duidelijk effect. Pijnlijk duidelijk effect. Maar ook met motivatie zie je dat. Hè? Want sommige gasten worden enorm gemotiveerd doordat je ze uitdaagt. Ja. Andere mannen raken volledig gedemotiveerd. De klappen dicht als je ze uitdaagt. Ja. Die hebben meer soort van ruimte nodig om die zelf dan vervolgens te gaan vullen en mee aan de slag te gaan. En gek genoeg gaan ze dan ook zelf. Dat is super mooi om te zien. En dan moet je dan ook weer vertrouwen hebben dat ze het doen enzovoort enzovoort. Maar het is gewoon totaal verschillend. Ja. Oké, dit is een zelfreflectieve vraag en zo. Wat is voor een van ieder van jullie een belangrijk volgend groeipunt om als coach te ontwikkelen, om als coach beter te worden? Waar zit voor jou, voor jullie, de eerste nog extra groei om beter te worden als coach?
voor mij is dat dat ik strakker nog de doelen voor de cliënt in het achterhoofd hou en die ook blijf houden en daar de specifieke dingen gedurende de avond op afstem. Nu doe ik veel meer op iets op basis van intuïtie of kansen die zich voordoen. En straks moet ik dat, of geleidelijk aan moet ik dat steeds meer doen. Wat heeft deze cliënt nu nodig? En hoe kan ik op basis daarvan stappen zetten samen met hem? En hoe zal dat in jouw optiek jou tot een betere coach maken? Omdat het dan niet op basis van intuïtie is, maar echt op basis van waar wil je met die cliënt naartoe? Wat heeft die cliënt nodig om de volgende stap te maken? Ja. En dan heb je het ook over VIP-trajecten. Überhaupt infields ook, denk ik. Ja, dat heeft met alle infields te maken. Ja. Ja. Ja, ja, dat vind ik wel interessant, zeker voor het VIP-traject, om echt ergens naartoe te werken. Ja. Dat die gasten echt terugkijken en denken, fuck, daar stond ik. Ja. Ja. En nu sta ik hier. Ja. Dat vind ik ook echt super belangrijk. Ja. Ja. Vet, oké, dat is een hele goeie. En wat was hem voor jou, Joop? De neiging die ik vaak heb, is bij niveauverschillen in mijn groepje, om nog wel eens... degene die hard lopen, nog meer te driven. En daar word ik zelf natuurlijk enthousiast van. En de gozers die wat minder hard lopen, wat de motivatie iets gedempter is. Wat, te beschermen wat of zo. Wat ook prima. Ja, dat klinkt dan wel gelijk alsof je sukkels mee hebt of zo. Meeneemt. Ja. Maar dat kan van alles zijn. Als je 5 jaar niet uit bent geweest, joh, dan en je komt uit een relatie, een steady relatie, snap ik best wel dat je denkt, even de kat uit de boom kijken. Ja. En ik vind dat ik daar meer rust in kan krijgen. Ja. En ook meer, moet ik beter mee leren omgaan? De antwoord heb ik nog niet helemaal uitgevonden. Heb ik nog niet helemaal een evenwicht in gevonden. In ieder geval merk ik dat de energie, de aandacht beter kan verdelen. En er schiet me nog één te binnen. Oh, ik knal soms heel hard de eerste helft van de infield en dan begin ik wel, ik zie al lachen. waarom moet je lachen? Nee, omdat ik dat wel herken. Herken je meteen ook volle bak eraan, rustig opbouwen. Ik herinner me nog de infield in Amsterdam, toen de eerste van de VIP tijdens de Gay Pride was dat. Super druk, veel mensen, hartstikke lachen. En ik vond het fantastisch, weet je wel. 1:30 liep ik zo. Ja, dat is wel een goeie. Ik heb het ook weer evenwicht, hè? Dat is precies een begin en eind. Hè? Ja, zo. Filosofisch mooi. Ja. Maar ik heb het Peter, heeft het aan mij aan het begin van de CEO-traject gezegd. Dus vond ik wel een goeie. Wat grappig is altijd aan Peter, qua rustig aan en zo. Kijk, Peter als gozer, dat is natuurlijk heel geinig. Peter als gast, die was altijd... Hij heeft altijd lange gesprekken aan de bar met vrouwen. En zo is hij, zo maakt hij ook de klik. Uh-huh. Dus jaren geleden, toen hij als coach begon en ik hem dus aan het opleiden was, had hij die neiging ook met een cliënt. Dan waren ze 2 vrouwen tegengekomen en dan waren ze letterlijk 1,5-2 uur lang met die chicks aan het praten. Ja. En het ging fucking goed gesprek. Hij had een heel goed gesprek. En die coach vond de cliënt vond het vet om erbij te zijn en het mee te maken. Maar in die 2 uur hadden ze maar dus die 2 vrouwen aangesproken. Ja, ja. Dus het kader van afstemmen en energie en gas geven versus remmen. Peter in het begin was onwijs wel gas. Want uit een heel andere manier van hoe die normaal omging met vrouwen. Hilarisch. Ja, en toch is het mooi dat zo 2 van die tegenpolen of zo elkaar dan... aantrekken is niet goed, maar... Weer evenwicht, hè? Gaan we weer. Het is weer evenwicht. Ik kan dat wel gebruiken. Ja. Iets ja, meer... Precies. Terwijl absoluut. Ik van cliënten hoor dat ze de sfeer heel chill vinden. Grappig is dat, hè? Dat ik van binnen ben ik echt hard aan het rennen en goed aan het opletten en ze bezig aan het houden. En die gasten denken... Gasten relaxen, dude, weet je. Ja, dus dat vind ik altijd wel... Klinkt goed dan, Ja, maar ik vind dat ook altijd wel... Ik ben altijd verbaasd en toch wel stiekem gevleid als ik dat hoor, Terecht, goed zo. Hey, we hadden het over evenwicht. Dat is nu al een paar keer ter sprake gekomen. Ja. Een andere vorm van evenwicht is wat ik bij mezelf merk. En wat ook een leerpunt voor mezelf is. Dat als je met een groep cliënten op pad gaat waar niveauverschil in zit. Ja. Dat ik dan dezelfde neiging heb om de persoon die net op een wat lager niveau staat, om die meer aandacht te geven. Oh, juist andersom. En juist minder aandacht te geven aan degene die zichzelf al meer weten te redden. Ja. Terwijl eigenlijk, zeg maar, voor de cliënt is dat precies hetzelfde. Je moet ze ongeveer evenveel aandacht geven om ze allemaal verder te kunnen helpen. En dat is voor mij ook een vorm van evenwicht die ik ook nog iets meer moet zien te vinden. Ja, interessant. Ja. En wat daarop doorgaan, en dan ronden we dit af. Dat is ook eigenlijk wat we dan continu doen. Want elke keer is er een nieuwe generatie coaches. Elke, wat zal het zijn, 1,5 jaar, 2 jaar een nieuwe CEO-traject. En
de nieuwe CEO's bouwen voort op de inzichten van de vorige. Ja. En elke keer vernieuwt dat en verbetert dat zich. Dat is en, vet. En je ziet dan ook, en het klinkt, het boeit me geen fuck dat het als een promopraatje klinkt, maar je ziet dan ook dat elke nieuwe generatie coaches sneller een niveau bereiken en gewoon sneller doorstoten en verder komen dan de vorige. Is het echt zo, hè? Dat zie je absoluut. Cool. Maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat de coachingsmethodiek natuurlijk ook verder aangescherpt is in de loop der absoluut, de tijd. Absoluut. De visie waar we voor staan, precies. Onze qua coaching, qua master zelf inhoud, absoluut. Precies. Ja, en dat vind ik tof om te zien. En ja. Ik ben ook echt benieuwd hoe dat eruit gaat zien met de volgende CEO-traject in 2016. Je ziet ook dat de oude coaches, dat die nog steeds op een bepaalde manier actief betrokken zijn bij masterflirting. Dat is echt vet. Ze nemen nooit helemaal afscheid eigenlijk. Nee. En van sommigen denk je van, weet je, is het niet tijd, weet je, om door te gaan in je leven? We weten allemaal over wie we het hebben. Maar absoluut. En dat is echt gaaf. Ja, dat is super gaaf. Ja. Super gaaf. Vet. Ja. Dus, als het jou aanspreekt om coach te worden, laat je sowieso niet afschrikken door de podcast. Laat je niet afschrikken door deze twee gasten. Nee, zeker niet door mij. Exact. Heb je veel haar? Sowieso reageren. Doen. Meld je aan. Ga naar master.nl. Meld je daar voor de nieuwsbrief. Want via de nieuwsbrief gaan wij vertellen wie dan wanneer het weer gaat lopen. Ik denk binnen nu een maand ga ik daar een mailtje over de deur uitsturen. En dan kun jij sollicitatiebrief, cv en dergelijke gaan fixen. Wil je sowieso zelf aan de slag met meer succes met vrouwen? Klik dan op de link op de beschrijving en download de 25 flirtsignalen van vrouwen, zodat je gewoon goed leert te herkennen hoe dat dan zit en werkt. Ik wil jullie mannen van harte bedanken voor jullie aanwezigheid, graag tijd, gedaan, energie. Vet dat jullie hier zijn. Top. En tot in de volgende podcast. Blijf kijken, like en subscribe als je het vet vond. En tot in de volgende video. Toedeledokie. Doeg. Hoi.